Gebed is niet jouw antwoord, jouw oplossing voor God brengen. Hè, presenteren aan God en dan vragen of God dat, dat wil zegenen en dat het daar mee eens is. Gebed is je verzoek voor God neer te leggen en elk antwoord dat hij geeft te accepteren, ongeacht wat het is. Wat ik bedoel is het oké okay als we gewoon stoppen met kerkdiensten? Ten slotte, er is een pandemie, dat is dan het voorwendsel. En wat ze willen horen is natuurlijk, het is goed als je stopt, YouTube, Zoom of Skype is ook goed. Dat is wat ze willen horen. Dat is veel makkelijker. Het is kort voor het eindoordeel en de wederkomst van Jezus. En dat is waar het over gaat. En dat is waar wij nu zitten in 2021. De boodschap van vandaag slaat opnieuw zeer op de kerk van vandaag en op ons als christenen. Het is van Zacharia. We gaan eigenlijk verder waar we gebleven zijn, hoofdstuk 7. En ik wil de eerste drie versen lezen. En daar staat het volgende. In het vierde jaar van koning Darius richtte de Heer zich tot Zacharia. Het was op de vierde dag van de negende maand, de maand Kislev. De stad Bethel had Sarezer en Regem Melech met zijn mannen afgevaardigd om de gunst van de Heer af te smeken en om aan de priesters in de tempel van de Heer van de hemelse machten en aan de profeten de volgende vraag voor te leggen. Al jarenlang wordt er bij ons in de vijfde maand getreurd en gevast. Is het werkelijk nodig dat we dat blijven doen? Oké, één opmerking. Het wordt gewoonte. Maar er staat in vers 1 en de tweede helft. De stad Bethel had Sarezer en Regem Melech afgevaardigd. Nou, dat is zeer discutabel of dat bedoeld wordt. In de oorspronkelijke tekst staat niet de stad Bethel. Het woordje stad wordt niet genoemd. Bethel wordt genoemd. Maar niet zozeer dat de mannen daar vandaan kwamen. In het Hebreeuws is dat wat onduidelijk. Omdat er worden gewoon veel minder woorden gebruikt. Dus je moet soms zelf uit de context achterhalen wat er bedoeld wordt. Maar je zult ook zien als je naar andere Bijbelvertalingen gaat. Dat er vaak staat dat Sarezer en Regem Melech en zijn mannen een afvaardiging naar het huis van de Heer hadden gestuurd. Want dat is wat Bethel betekent, het huis van de Heer. En daar zou dan de tempel of de tempel in aanbouw mee bedoeld worden. En dat ligt eigenlijk veel meer voor de hand dan te zeggen de stad Bethel. Er is verder ook helemaal in de context van eigenlijk heel het boek Zacharia niks wat betrekking heeft op de stad Bethel. Dus het is erg onwaarschijnlijk dat dat bedoeld werd. En ik ga er dan ook niet van uit. En zoals in de uitleg duidelijk zal worden, is het ook logischer om aan te nemen dat het huis van God, de tempel, bedoeld wordt waar ze naartoe gingen, niet waar ze vandaan kwamen. We zien dat het jaar wordt genoemd en we zien dat 2 jaar na de visioenen van Zacharia is, die we in de eerste hoofdstukken hebben gelezen. In hoofdstuk 1, vers 1 en vers 7 wordt het jaar genoemd waarin hij die visioenen ontving. En dit is dus 2 jaar later. Dus de bouw van de tempel is inmiddels in gang en het is nog niet klaar. Maar het is in ieder geval in gang. En verder is de situatie eigenlijk nog niet heel veel veranderd. In de visioenen hebben we gezien dat er een oproep is om terug te keren uit Babylon. Veel van de ballingen waren achtergebleven in Babylon. En
Ja, we moeten er steeds bij denken dat de ballingschap heeft 70 jaar geduurd. Dus de meeste mensen waren in Babylon geboren. Ze hadden daar hun leven opgebouwd. En er was weinig reden voor hun om weg te gaan. En naar een land waar ze weer van nul af moesten beginnen en alles moesten gaan herbouwen. Dus velen kozen ervoor om achter te blijven. Maar God heeft gezegd van nee, je moet terugkeren, want ik ga mijn oordeel over Babylon uitstorten. En ja, als je daar blijft, dan zul je daar ook slachtoffer van zijn. Dus dat is de oproep. Hè? Ga weg uit de stad. En ga aan het werk. Ga aan het werk. En God zegt, ga aan mijn werk. En dat is natuurlijk een beeld voor de oproep aan de kerk. Ja, ga weg uit de Babylon van de wereld en ga aan het werk. Aan Gods werk. Maar deze mensen, waar we hier over spreken, die afvaardiging stuurden, die waren nog steeds in Babylon. En zij hadden ook helemaal niet het plan om te vertrekken. En daarmee waren ze ongehoorzaam aan God. De situatie was veranderd. Hè? Er was niet langer ballingschap. Dus ze waren vrij om te gaan, maar ook vrij om te blijven. Dus de situatie was veranderd en ze dachten, nou ja, nu de ballingschap over is, dan is het eigenlijk ook niet meer nodig dat we nog vasten en rouwen. Dus laten we vragen of we ermee kunnen ophouden, hè? Of dat nog langer nodig is. En we moeten dan een parallel kunnen herkennen met onze tijd. We zien ook in onze wereld dat de situatie is veranderd, is drastisch veranderd zelfs. En ook wij worden opgeroepen om ons te distancieren, om afstand te nemen van deze wereld, om dingen los te laten en aan het werk te gaan voor God, voordat het oordeel over deze wereld wordt uitgestort. Dus het is een perfecte parallel. En we zien ook hetzelfde, dat heel veel christenen zo in deze wereld, zo diep in deze wereld geworteld zijn, dat ze helemaal niet van plan zijn om weg te gaan en om het los te laten. Nou, gedurende die 70 jaar in ballingschap hadden ze in de vijfde maand altijd gevast. En dat was als een treurige herdenking van de vernietiging van Jeruzalem en van de tempel met name. Dus het begin van die ballingschap. En overigens, dat wordt tot de dag van vandaag herdacht. Maar nu vroegen ze zich af of ze daar nog mee door moesten gaan. Aangezien de ballingschap in principe voorbij was. En ze waren nu tenslotte aan het herbouwen. En alhoewel ze God ongehoorzaam waren door in Babylon te blijven, hadden ze God ook niet helemaal aan de kant gezet. Ze hadden hun religie tot dan toe in ieder geval in een zekere vorm staande gehouden. Ze deden elk jaar, herdachten ze die vijfde maand, ze deden het vasten. En ze hadden ook offers gebracht naar Jeruzalem. En nu stuurden ze een delegatie van mensen naar de priesters en de profeten, staat er. En dat toonde ook aan dat ze respect voor die mensen hadden. En ze wilden ook van hun horen wat ze verder moesten doen. De vraag die ze stellen laat wel zien dat ze begrepen dat er iets niet goed zat. Ze waren niet tevreden met zichzelf en ze wilden een bevestiging. En opnieuw, dat is typisch voor wat we vandaag zien met veel christenen. Die aan de ene kant ongehoorzaam zijn aan God. Diep geworteld in deze wereld. En dan zoeken ze tegelijkertijd een religieuze bevestiging dat wat ze doen oké is. Terwijl ze tegelijkertijd diep van binnen weten dat er iets niet goed zit. Nou, voordat we daarnaar kijken, is het goed om te zien wat er wel goed was aan deze situatie.
Want het was niet allemaal slecht. Er zijn een aantal goede lessen die we hiervan kunnen leren. Ze waren ongehoorzaam, want ze bleven in Babylon. Tegelijkertijd geloofden ze in de kracht van gebed. Hun verzoek aan de priesters en de profeten was om bij de Heer te pleiten, om te bidden. En dat is een goede insteek. Wanneer we uitgedaagd worden met een bepaalde situatie, een dilemma, een probleem, dan is het inderdaad zo dat we niet op ons eigen inzicht moeten steunen, maar op de Heer moeten vertrouwen met heel onze hart, zoals in Spreuken staat geschreven. Dus dat is een les die we hier kunnen leren. We zoeken niet zelf de oplossing, maar we leggen het voor aan God. Ten tweede geloofden ze in voorbeden, in bemiddeling. Ze vroegen anderen om voor hen te bidden. Op de keper beschouwd is voorbeden en bemiddeling in gebed, dat is waar gebed over gaat. We bidden voor anderen en tegelijkertijd bidt Jezus voor ons en wij bidden in zijn naam. Hij is onze bemiddelaar, onze pleitbezorger. En er zijn heel veel versen die dat verklaren, maar om er eentje te lezen in Romeinen hoofdstuk 8, vers 34. En daar staat het volgende. God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Hij is onze pleitbezorger. Dus voorbeden, bemiddelen, dat is waar het om gaat in gebed. Dus dat is het tweede ding dat ze herkennen en dat goed is. Het derde is dat ze geloofden dat ze waarde hechten aan het geloof van andere, laten we zeggen, religieuze mannen. Dat hangt natuurlijk samen met die voorbeden. Hè. Ze wilden het niet zelf oplossen, maar ze hadden ook vertrouwen in hun broeders, zo gezegd. In Jacobus 5, in vers 16, daar staat... Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. En de hele context daar gaat hierover. Dat je inderdaad je probleem of je zonde voorlegt aan anderen. Anderen daarbij in vertrouwen neemt, zodat ze ook voorbeden kunnen doen. Maar je moet dus inderdaad daar vertrouwen in hebben. En dat hadden ze kennelijk. Ze hadden een religieuze vraag, een vraag van religieuze aard. En ze geloofden ook dat deze religieuze mannen dat konden beantwoorden nadat zij dat in gebed hadden voorgelegd aan God. Op zich, de vorm is goed. Maar wat was er dan fout? Wat was er niet goed? Er is iets niet goed en dat blijkt ook wel, dat proef je eigenlijk al uit hun vraag dat ze zelf in de gaten hadden dat er iets niet goed zat. En hun echte vraag was ook niet, moeten we door blijven gaan met het vasten, met het treuren en vasten in de vijfde maand. Hun echte vraag was, en dat komt er duidelijk uit als je verder leest, hun echte vraag is het oké als we stoppen met vasten en treuren? Want we willen het eigenlijk helemaal niet. En dat de ballingschap technisch gezien voorbij was, was een goed voorwendsel voor hen om dat nu aan de orde te brengen. Dus ze vragen het een, maar ze bedoelen eigenlijk iets anders. En tegelijkertijd waren ze ongehoorzaam aan God op een ander vlak, door namelijk in Babylon te blijven. Zo, dus hoe konden ze...
Hoe konden ze voor God verschijnen met deze, met dit dubbel gevoel? Het zegt de stad in Spreuken 28, vers 9. Als je geen gehoor geeft aan de wet, is zelfs je gebed de Heer een gruwel. Dat is best een harde uitspraak als je daarover nadenkt. Maar dat is wat hier aan de hand was. Ze gaven geen gehoor aan de wet en aan Gods directe oproep om terug te keren uit Babylon. En ja, het was onmogelijk voor hun om voor God te verschijnen en om gunst te vragen of om advies te vragen. Wat we vaak zien is dat we op een verkeerde manier in gebed gaan. Gebed is niet jouw antwoord, jouw oplossing. Voor God brengen, hè, presenteren aan God en dan vragen of God dat, dat wil zegenen en dat het daar mee eens is. Het gebed is je probleem, laat ik het zo noemen, of je uitdaging, je verzoek voor God neer te leggen. En elk antwoord dat hij geeft te accepteren, ongeacht wat het is. Maar, dat is een heel andere insteek. Wij hebben vaak het antwoord al voor onszelf. Datgene hoe we het liefst zouden zien. En dat is dan wat we waar we bevestiging van willen krijgen. Dat was in dit geval ook zo. Die mensen wilden gewoon stoppen met het vasten. En ze wilden daar een bevestiging van krijgen. Maar dat is niet wat gebed is. Gebed is niet mijn wil, maar uw wil. Als we kijken, er zijn veel voorbeelden van. Jezus wilde dat de beker aan hem voorbij ging. Maar dat was niet Gods plan. Of Paulus, apostel Paulus wilde genezen worden van ja, de kwestie waar hij mee zat. Maar dat was niet Gods plan. Petrus wilde niet als graan gezeefd worden door Satan. Maar dat was niet Gods plan. Dus we zien vaak Gods wil anders is dan de onze. Maar hoe dan ook, het is altijd beter voor ons uiteindelijk. Dus wat deze mensen wilden horen, of deze mannen wilden horen, was... het is oké, je kan stoppen met het vasten. Het is niet meer nodig. Dat is wat ze wilden horen. Ze wilden het nog gemakkelijker hebben. Want de realiteit is dat ze het eigenlijk helemaal niet... Niet wilde doen om te beginnen. En veel religieuze mensen, ik noem het vaak kerkmensen, maar ja, nu is de kerk grotendeels dicht, dus dat, die term is misschien niet meer zo toepasbaar, maar vele gelovigen die zijn het zo, die willen het makkelijker hebben. Hun gebed, hè, vandaag is als ze al bidden. Is het nodig, het is nog steeds nodig dat we samen komen, hè? Dat we kerkdienst houden. Het is tenslotte een pandemie. En dus van regeringswegen uit is het niet toegestaan. Of in ieder geval beperkt. En ja, dat is wat ze dan vragen. En wat ze werkelijk bedoelen is, is het oké als we gewoon stoppen met de kerkdiensten? Tenslotte... Er is een pandemie. Dat is dan het voorwendsel. Net zoals het einde van de ballingschap een voorwendsel was in wat, de tekst die we hier gelezen hebben. Ze willen stoppen met samenkomen omdat ze het eigenlijk sowieso niet willen. Het is allemaal veel makkelijker zo. En wat ze willen horen is natuurlijk, het is goed als je stopt. YouTube, Zoom of Skype is ook goed. Dat is wat ze willen horen. Dat is veel makkelijker. En de pandemie en de situatie daaromheen, dat is dan een excuus, een voorwendsel. En vaak wordt natuurlijk Romeinen 13 erbij gehaald, waar men dan inleest dat we de overheid moeten gehoorzamen. Dat is overigens niet wat er staat, maar dat is wat men erin leest. En net als in Zacharias' tijd... Zoeken ze de religieuze leiders, de kerkelijke autoriteit, wat het ook mag zijn,
om dat antwoord te krijgen dat ze willen. En net als in Zacharias' tijd willen ze niet weg uit Babylon, uit het Babylon van wat de wereld van vandaag is. Waarom? Omdat ze het comfortabel hebben. Ze hebben het prima naar hun zin. Het is wel goed zo. Het is veel makkelijker allemaal. En de oproep overigens is vandaag de dag exact hetzelfde. En daarom zien we ook de oproep die God deed bij monden van Zacharia, zien we herhaald in Openbaringen 18, vers 4. Ik heb natuurlijk de afgelopen week al vaker gelezen. Maar dat is voor ons vandaag. En dan, dit is dan wel een zwart toekomst, omdat die oproep alleen maar sterker wordt naarmate dat oordeel nadert. Maar dat is wat voor ons nu geldt. Ga weg uit die stad, mijn volk. Verwijs het naar Babylon. Ga weg uit die stad, mijn volk, zodat je geen deel hebt aan haar zonde en ontkomt aan de plagen die haar zullen treffen. Dus nogmaals, ik heb het pas ook opgemerkt, er staat mijn volk. God spreekt tot zijn mensen. Net als in Zacharias' tijd, hij spreekt tot de Israëlieten die daar zijn. Die moeten weg, die moeten eruit. Om twee redenen, zodat ze geen deel hebben aan haar zonde. Dus simpelweg door daar te zijn, heb je deel aan de zonde. Simpelweg door deel uit te maken van de wereld, heb je ook deel aan haar zonde. En de consequentie daarvan dan ten tweede is natuurlijk dat je dan ook haar plagen over je heen krijgt. Dus vandaar die oproep. Maar ja, nogmaals, velen geven daar geen gehoor aan. Ja, wat we dan zien is het antwoord. Wat is het antwoord dat God geeft op deze vraag? En dat is ook alleszins interessant. Dat lezen we in vers 4. Toen richtte de Heer van de hemelse machten zich tot mij. Zeg tegen de bevolking van dit land en tegen de priesters, wanneer jullie in de vijfde en de zevende maand rouwen en vasten, nu al 70 jaar lang, doe je dat dan werkelijk voor mij? Ook wanneer jullie eten en drinken, doe je dat toch omdat je het zelf wilt? Jullie weten toch wat de Heer bij monden van de vroegere profeten heeft gezegd, toen Jeruzalem en de omliggende steden nog bewoond en vredig waren, en er ook mensen woonden in de Negev en het Heuvelland. Gods antwoord is indirect. En Gods antwoord is indirect op twee manieren. Allereerst is het indirect met betrekking tot de inhoud. Want God geeft geen antwoord in de zin van ja of nee. God geeft een vraag terug. Dus het is een indirect antwoord. Hij zegt in feite met zoveel woorden, hè, waarom vraag je mij om iets te stoppen met iets, terwijl je het sowieso niet voor mij deed? Dat is wat hij ze voorlegt. Dus nu wordt er eigenlijk op het pijnpunt gedrukt. Dat was wat er aan de hand was. En die mannen wisten dat het was. En dat was ook waarom ze diep van binnen niet blij waren, niet tevreden waren met zichzelf. Dus Gods antwoord is indirect in inhoud, maar het is ook indirect in adressering tot wie God spreekt. Als je nauwkeurig let hier op de communicatielijn, dan zie je iets heel, heel in opmerkelijks. Want die mannen sturen een delegatie naar de priesters en de profeten om voor hen te bidden. De priesters en de profeten brengen de kwestie voor God. Nou zou je twee dingen kunnen verwachten. Ofwel God antwoordt op dezelfde manier door de priesters en de profeten en die geven het weer door aan de mannen die het gevraagd hebben. Of God spreekt rechtstreeks tot iedereen. Geen van beide gebeurt. Wat gebeurt er? Zo begint vers 4. Toen richtte de Heer van de hemelse machten zich tot mij. Wie is mij? Dat is Zacharia. God spreekt niet tot de priesters of de profeten. Hij spreekt tot één profeet en dat is Zacharia. Daar komt het antwoord. En wat zegt God tegen Zacharia? Zeg tegen de bevolking van dit land en tegen de priesters. Het antwoord dat God geeft is niet alleen voor degenen die het gevraagd hebben, maar het is ook voor de priesters.
Ook voor de priesters. Waarom? Want die priesters die deelden hetzelfde sentiment dat die mannen hadden die erom vroegen. De priesters hadden dat niet uitgesproken, maar ze hoopten eigenlijk hetzelfde wat die mannen hoopten. Namelijk dat God zou zeggen, stop er maar mee, is niet meer nodig. Dat zou allemaal veel makkelijker zijn voor hen. En dat is hoogstwaarschijnlijk ook de reden waarom die mannen deze kwestie aan hen voorlegden. Mensen zoeken, ik noemde dat net al eerder, mensen zoeken die religieuze leiders, die kerkleiding, of wat het ook mag zijn, die het best bij hen past, bij wat zij willen. En dat is ook wat Paulus schrijft aan Timotheus. Hè. Mensen zoeken diegene die aan hun verlangens tegemoet komen. En dus zien we dat God hun niet antwoordt. God antwoordt hun niet omdat zij God niet zoeken. Dat is het hele punt. Er is geen directe communicatielijn tussen hen en God. En dat is heel kwalijk, uiteraard. Maar dat is ook heel herkenbaar. Deze mannen zoeken religieuze leiders, religieuze mensen, omdat ze een religieuze kwestie hebben. En het is iets formeels. Het is niet geestelijk. En door die vraag terug te stellen, laat God zien dat hun bediening, het vaste in dit geval, gedaan werd met de verkeerde motieven. In vorm was het misschien juist. Als je er van de buitenkant naar keek, dan zou je zeggen, ja, dat zijn gelovige mannen die doen wat God zegt, maar in de geest was het verkeerd. En ja, triest om te zeggen, maar het is zo voor de meeste dienstbaarheid die we vinden in de kerk. Het is een vorm. En het is goed in de vorm, maar de motieven erachter zijn verkeerd of ontbreken zelfs. Het is een uiterlijke handeling die geen reflectie is van het innerlijk. En ondanks dat denken mensen dat doordat ze dat doen, dat God hen moet zegenen. Dat God goed voor hen moet zijn, want tenslotte ze hebben dat verdiend door de rituelen, zeg maar, die ze gedaan hebben. Maar zo werkt het natuurlijk niet. En God vraagt dan ook, heb je het werkelijk voor mij gedaan? En dat is natuurlijk een vraag waar het antwoord duidelijk op is. En God antwoordt die vraag ook. En dat is misschien niet zo voor de hand liggend als je het zo voor het eerst leest. God zegt, met betrekking tot het vaste, doe je dat werkelijk voor mij? En dan geeft hij zelf het antwoord, ook wanneer jullie eten en drinken, doe je dat toch omdat je het zelf wilt? Dan zou je zeggen, ja, maar vasten en eten en drinken is niet hetzelfde, dat is zo'n beetje tegenovergestelde. Maar het punt is dat vele vasten, maar het vasten is niet het onthouden van eten, het is een uitstel van de maaltijd. Dus de maaltijd staat te wachten tot het uur dat het vaste voorbij is en dan gaan ze eten. En dus vaste wordt dan een uitgestelde maaltijd. En waarom eet je? Ja, voor jezelf, omdat je het wil, omdat je natuurlijk, je hebt ook uiteindelijk eten nodig, maar dat is niet wat vaste is. Vaste is niet een uitgestelde maaltijd, vaste is onthouding. Dat is iets heel anders. En God maakt het ook duidelijk door de profeet Jesaja in Jesaja 58. En ik lees daar een aantal fragmenten van. Jesaja 58 vers 3. Waarom ziet u niet dat wij vasten en merkt u niet op dat wij ons onthouden? Omdat jullie op je vaste dagen nog handelingen, nog handel drijven en jullie arbeiders afbeulen. Als je op die manier vast, vers 4, tweede helft, als je op die manier vast, wordt je stem niet gehoord in de hemel. Dus hier gaat het ook over exact hetzelfde vasten met de verkeerde motieven. Vers 5, zou dat het vaste zijn dat ik verkies? Is dat een dag van onthouding? Dat iemand het hoofd buigt als een riet
en zich met een rouwkleed neerlegt in het stof, noemen jullie dat soms vasten? Is dat de dag die de Heer behaagt? Is dit niet het vasten dat ik verkies? En dan spring ik naar vers 7. Is het niet je brood delen met de hongerigen? Tot daar, nou, je kunt het hele fragment lezen, maar ik heb dit er echt speciaal uitgehaald. Dat is wat God bedoelt met vasten, dat die maaltijd waar je jezelf van onthoudt, dat je die aan een ander geeft. Dat je dat brood, hè, in dit geval, wat jij niet eet, dat geef je aan de armen. Het is niet dat je het bewaart voor later, en dan is het een uitgestelde maaltijd. Dus dat is een hele andere mindset. Als we vasten en we hebben de geur van het eten al in onze neus, hè, dan zijn we gewoon doen we het voor onszelf. En is niet wat God van ons verlangt. Misschien herinner je het voorbeeld van Elisa, de profeet, toen we daarover spraken. Die had gedurende zijn leven meerdere keren te maken met hongersnood. En een van die keren dat hij zijn discipelen aan het onderwijzen was, was ook honger, kwam er iemand brood brengen. En wat zei Elisa? Hij zei niet van, nou, geef eerst maar even een brood aan mij en aan mijn directe discipelen en de rest voor de mensen. Nee, hij zei, geef het aan de mensen zodat ze kunnen eten. En hij nam niks voor zichzelf. Waarom? Omdat hij God diende. Hij diende niet zichzelf. En dat is de grote vraag die we ons moeten stellen. En wat we ook hier zien in deze tekst. De vraag is, dienen we God of dienen we onszelf? Is ons hart in het koninkrijk van God? Of is ons hart hier in de wereld in Babylon? En als het laatste het geval is, dan is God niet geïnteresseerd in ons vasten en onze lofprijzingen en onze erediensten en ons wat die dienstbaarheid ook maar mag zijn. Dat is dan betekenisloos. Ook dat komt heel sterk, heel krachtig naar voren in Jesaja in hoofdstuk 1. Je hebt die tekst ook gelezen, maar het zijn zulke sterke woorden. In vers 11 begin ik. God spreekt hier en zegt, wat moet ik met al jullie offers, zegt de Heer. Ik heb genoeg van die schapen, die vetgemeste kalveren, het bloed van stieren, rammen en bokken wil ik niet meer. En wanneer jullie voor mij verschijnen, wie heeft jullie gevraagd mijn voorhoofd plat te lopen? Houd op met die zinloze offergaven. Ik heb een afschuw van jullie wierook, jullie feesten, nieuwe maan en sabbat. Ik dood ze niet naast al dat wangedrag. Van jullie nieuwe maan en van al jullie feesten heb ik een afkeer. Ze hinderen mij. Ik kan ze niet langer verdragen. Wanneer jullie je handen opheffen, wend ik mijn ogen af. Ook als je aanhoudend bidt, luister ik niet. Aan jullie handen kleeft bloed. Nou, het zijn nogal harde woorden. Dat is ook wel weer een vertroosting daarna, maar het geeft duidelijk weer hoe God tegen die dingen aankijkt. En wat we tevens zien hier in het verhaal van Zacharia is dat God die mannen ook nog eens herinnert aan de profeten van vroeger. Hij zegt, wat heb ik tegen jullie vaders, in de meeste gevallen vaders en opa's, hè, wat heb ik tegen jullie voorouders gezegd toen Jeruzalem nog vredig was, toen alles nog oké was voor de ballingschap. Wat heb ik gezegd? Het ging precies daarom. De hele reden waarom ze in ballingschap waren gegaan was omdat ze ongehoorzaam waren aan God. Omdat ze God niet dienden, maar zelf dienden. Omdat ze ondanks wat verschillende profeten hadden gesproken, ondanks dat bleven ze gewoon doen wat ze zelf wilden en negeren ze de oproep van God. Het was exact hetzelfde en nu herhaalde zich dat weer. Dus God herinnert ze daaraan. En hun hart was inderdaad in Babylon. En als dat zo is, dan konden ze inderdaad net zo goed stoppen met vasten ook. Dat had helemaal geen nut.
waarom zou je een vorm van religie in stand houden als je de kracht ervan niet erkent? God zei en God zegt: ga weg uit die stad, mijn volk, zodat je geen deel hebt aan haar zonde en ontkomt aan de plagen die haar zullen treffen. En dit is de oproep aan ons vandaag. De oproep is niet of en hoe we onze religie moeten uitoefenen. De oproep is om ons volledig los te maken van deze wereld, van dit Babylon, zodat we geen deel hebben in haar zonde en zodat we ook niet van haar plagen zodat we zullen ontkomen aan de plagen die haar zullen treffen. En er is maar één manier waarop we dat kunnen doen en dat is door Jezus Christus. Alleen als we in hem zijn, dan zijn we in staat door de Heilige Geest om God te dienen en niet zelf te dienen. Zonder dat, hoe mooi het er misschien ook uit mag zien, maar komt het altijd op hetzelfde neer. Dienen we uiteindelijk onszelf, doen we het uiteindelijk allemaal uit zelfzuchtig belang. Alle dienstbaarheid, de erediensten, de lofprijzingen, de worshipping, wat we ook doen. Allemaal prachtig, maar als we het voor onszelf doen, heeft het geen zin. En ja, lees opnieuw die woorden in Jesaja 1, hoe God daarover denkt. Dat is niet best. Dus de oproep Zacharia had gedaan, of God eigenlijk had gedaan via Zacharia in de visioenen een paar jaar daarvoor, die wordt nu nog eens herhaald. En die wordt eigenlijk herhaald doordat die mensen zelf aangeven dat ze op het verkeerde pad zitten. En door hun vraag wordt dat blootgelegd en wordt die oproep nog een keer herhaald. Dit is het thema van Zacharia. Het is kort voor het eindoordeel en de wederkomst van Jezus. En dat is waar het over gaat. En dat is waar wij nu zitten in 2021. Het is meer actueel dan ooit. Dus we moeten ons dit ter harte nemen. Amen.